Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Is ook behoedzaam. Lazio. Ze hebben het voordeel van de twee scenario's. Prachtig gelaten door Correa. Dit is gevaarlijk. Nu is Alberto. Save van Mignolet. En er toch nog in. Door diezelfde Correa. Wat niet mocht gebeuren, dat is al gebeurd. Na 12 minuten. De voorsprong voor Lazio. Ja, Mignolet deed wat hij kon. Maar wat waren ze daar ineens makkelijk door ja, die ene doorlaatbal van Correa. Schitterende beweging natuurlijk. Enfin, doen alsof, de dummy, laten lopen. Twee jongens in de wind daardoor. En we wachten nog op Hans van Aken in deze wedstrijd. Balletje voor Lang. En de uithaal, prima gedaan. En daar is Ruud Vormer en de goal. Voilà, daar is Ruud Vormer met de gelijkmaker. Noah Lang, er moet iets speciaals gebeuren en dat is wat Lang graag doet natuurlijk. En Vormer is als eerste gevolgd om daar meteen gelijk te maken. Voilà, de nul houden. Dat is belangrijk, Lang mocht ver komen en dan een goede trap. Ja, Pepe Reina, dat is toch wel een fout. Anders dan daarnet die bal van Mignolet, waar hij maar één hand er tegen kon zetten. Maar dat was sowieso een goede redding. Dit niet natuurlijk, dit is echt in de fout gaan. Nou, goed. En Lang. Van Aken zat dicht in de buurt en te laconiek allemaal. En de knal voorlangs gaat hij van de ketelaren. Ja, ja, dit is het betere werk van Club Brugge. Ja, dus de omgekeerde wereld. Lazio die fouten maakt in de opbouw. Een club die kan tegenprikken. Immobile met Matta. Een versnelling. Oei, heeft hij de bal? Het is een penalty. Ai, ai, ai. Het is een penalty. Matta zegt, ik heb de bal gespeeld. We hoorden wel iets kraken tot in onze koptelefoon. Inderdaad. Pff, dat is niet zuiver de bal, hè, Peter. Dat zit de benen, hier gaan we het beter zien. Dan zitten de benen bij. Van achter op de hakken bij Immobile. Hè? Ja, ja. En dan tegen de bal. Allee, Buxi. Ja, daar komt Immobile. Oh, maar hij trapt hem toch netjes binnen, hoor. Ja, het is niet toevallig dat Mignolet naar die hoek gaat. Nee. Dat is, zo gaat dat in voorbereidingen natuurlijk. Zijn doelman weet dat. Dat ze heel vaak daar trapt. Dus ja, hij koos voor die hoek. Maar een weggever op het moment dat Club Brugge zeer goed in de wedstrijd zat. En Lazzari. Ja. Ah, dan gaat Sobol naar de kant. Tweede gele kaart. Kan niet anders. Ja, geen discussie mogelijk, maar misschien ontsnapt hij nog. Zoals Gavory ontsnapte in Poznan. Waar ook iedereen zei, tweede gele kaart. Ja, natuurlijk, want hij trok, maar niet gegeven. En hier ook niet. Zak. Dat valt geweldig mee. Dat valt reuze mee voor Sobol. Dat is ook goed gevoetbald. Oh, en nu dan. Nu dan toch. Ja. Hij bleef het proberen en nu is het gelukt. Rood voor Sobol. En dat is alleen maar juist natuurlijk. Ja. Het is alleen met een beetje vertraging. En dit was al anderhalve gele kaart, ja, zoals hij er hier en op trapte. Ja, Lazzari was hem al voorbij natuurlijk. Hij zat achter hem. Mooie meenemen. Correa. Gevaarlijk Correa. Oh, dat scheelt niet veel. En Kossounou deed weinig. Om hem met trappen te beletten, kon weinig doen. Ja, Van Aken, voilà, daar zijn ze ermee. 2-2, maar... Gefloten? Nee, niets gefloten. Hans Van Aken voor de gelijkmaker. En net een paar wissels doorgevoerd. Ja, ik weet niet of Inzaghi dat nu nog zo'n goed idee vindt.
Vormer vindt Van Aken. Daar is hij. Maar wegkoppen door Milinkovic-Savic. Niemand voor de tegenaanval. Pereira sprint er weer naartoe. Protest voor een duwfout op Mignolet. En Okereke. Aanval Club Brugge. 2 minuten toegevoegde tijd. En daar de kans. Nee, Vormer trapt erover. En Rika. En de goal. Nee, de lat. De lat. Hoe is het mogelijk? Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.